Ja, achter mij is een nieuwe tekst van artikel 1 van de grondwet in de stadswinkel op de muur toegevoegd. En dat hebben we net feestelijk geopend met een heleboel aanwezigen. Nou, deze tekst herinnert er ons eraan dat in Nijmegen iedereen meedoet en dat iedereen in alle gelijke gevallen ook gelijk behandeld wordt. En wat bijzonder is, is dat er afgelopen jaar 2 nieuwe gronden zijn toegevoegd. En dat is seksuele gerichtheid en handicap. Dus daarmee is de groep mensen die door de wet eigenlijk beschermd wordt, is groter geworden. En dat wilden we ook graag vieren. Wij komen dagelijks tegen dat mensen ons anders behandelen. Dat we ergens niet naar binnen kunnen. Dat mensen denken dat je 5 bent, ondanks dat je al gestudeerd hebt. En dit is een heel mooi begin om te laten zien, jongens, we zijn allemaal gelijkwaardig. Ja, ik denk dat er wel hartstikke veel Nijmegenaren zijn die zich inzetten voor een inclusieve, veilige, gelijke stad. Maar het is fijn dat het hier nu zo groot op de muur staat. En dat er ook een wet is om op terug te vallen. Ja, voor mij is het iets wat eigenlijk wel openheid creëert. Het vertelt mensen van, weet je, doen allemaal toe. Het is iets wat eigenlijk vanzelfsprekend moet zijn voor mensen die in een samenleving moeten leven waar ze eigenlijk toe moeten doen. Dus binnen school, binnen onderwijs, binnen woonomgeving en werk. Het laat eigenlijk zien dat ieder inwoner van Nijmegen en deze omgeving er toe doet. En eigenlijk ja, zich veilig kan voelen. Een omgeving waarvan de wet laat weten dat zij van belang zijn.